Dit is de aarde. De zon verwarmt de aarde zodat de temperatuur precies goed is om te leven. Maar de zon verwarmt de aarde niet overal gelijk. De zon staat, gemiddeld genomen over een jaar, loodrecht op de evenaar. Daardoor komt hier veel energie binnen en wordt het erg warm. Hoe verder van de evenaar, hoe lager de zon staat. Hiermee bedoelen we dat je de zon net boven de horizon ziet. Wanneer jij je op de Noordpool bevindt, merk je dat de zon daar erg laag staat omdat de zon daar laag staat, wordt de energie verspreid over een groot oppervlak. Hierdoor worden de Noordpool en Zuidpool niet erg goed verwarmd. Je kan het vergelijken met een verwarming in een kamer. Wanneer dezelfde verwarming een veel grotere ruimte moet verwarmen, bijvoorbeeld de aula in je school, wordt het nauwelijks warmer. We zijn er nu van uitgegaan dat de aarde rechtop staat. Het middelste punt waar de aarde omheen draait noemen we de as. Vergelijk het met de as van een wiel van je fiets: dit is het middelste punt. De aarde draait dus ook om een as. Maar deze aardas staat niet recht, hij staat schuin. De aarde draait dus om een schuine as. Deze as staat onder een hoek van 23,5 graden. Op 21 juni is de noordkant van de aardas naar de zon gericht. De zon geeft nu niet het meeste energie aan de evenaar, maar aan een breedtecirkel 23,5 graden ten noorden van de evenaar. Deze breedtecirkel noemen we de kreeftskeerkring. Doordat de aarde draait kunnen we het verschil van dag en nacht zien. Let op dat de dagen op het noordelijke halfgrond langer duren dan op het zuidelijke halfgrond. Het klinkt misschien wat gek, maar hoe verder je naar het noorden gaat vanaf de evenaar, hoe langer de dag duurt. Vanaf de poolcirkel, een breedtecirkel cirkel op 66,5 graad ten noorden van de evenaar, is het op 21 juni zelfs 24 uur lang licht. Dit noemen we de Pooldag. Hoe verder noordwaarts we gaan vanaf deze poolcirkel, hoe langer deze poldag duurt. Helemaal op de Noordpool duurt deze pooldag wel een half jaar. Het is daar dus een half jaar licht. Drie maanden later, op 21 september, geeft de zon de meeste energie aan de Evenaar. Dit is het moment waarop de pooldag op de Noordpool eindigt. Na een half jaar licht wordt het nu een half jaar donker. Op de Zuidpool begint de pooldag eindelijk. Na een half jaar in het donker te hebben geleefd, wordt het weer licht. Weer drie maanden later, op 21 december, staat de zuidelijke kant van de aardas naar de zon gericht. Het is nu zomer op het zuidelijke halfrond. De zon geeft nu het meeste energie aan de breedtegraad 23,5 graden ten zuiden van de Evenaar. Deze breedtegraad noemen we de steenbokskeerkring. Ten zuiden van de Zuidpoolcirkel, de breedtegraad die 66,5 graden ten zuiden van de Evenaar ligt, is het nu minstens 24 uur licht. Na 21 december is het elke dag een stukje minder lang licht op het zuidelijke halfrond. Op het noordelijke halfrond wordt het juist weer steeds langer licht. Drie maanden later, op 21 maart, geeft de zon weer het meeste energie aan de evenaar. De zomer is op het zuidelijke halfrond voorbij en het begint kouder en dus herfst te worden. Op het noordelijke halfrond wordt het warmer en begint de lente. Doordat de aarde om een schuine aardas draait, ontstaan dus de seizoenen.